Kijk, ik heb er 30 jaar aan bezig, maar hier is de haven de Schalenpoek. Oh ja. Zie je? Ja. En daar sta je bovenin. Naar dat haventje, dat, daar ging je iedere keer naartoe. Vooral, ja, kleinwachten mocht dat niet, maar zou we natuurlijk een beetje op een fiets kon. Dan ging je iedere dag naar de haven na schooltijd. Daar was wat te zien en er was wat te doen. Daar had je schepen, daar bedrijvigheid, er waren schepen gelost. En, ja. We gingen met de school en de klas, daar ging je daar naartoe. Hè? Dan moest je leren zwemmen. En als je een overkant kon halen, dan had je deze zwemdiploma. Ja. Ja, zo ging dat. Ja, zo ging dat. De breedte, de inhang van de haven. Zie je? En dan zat je dan een beetje aan de kant. Dit meisje dat woonde ja, zomaar een paar honderd meter vanaf de dijk. Dus ja, die kreeg, s'nachts kregen ze water. En toen zei de vader, ga heel zere kerkers wakker maken, want dat komt zo niet goed. Dus met de zus, ze waren 15, 16 jaar geloof ik, deze. Die ben dus door de vader naar het dorp gestuurd en die hele dorp hier in me gewekt. S'morgens om een uur of vijf of misschien wat vroeger, zoiets. En dat was dan deze en die woonde nog in Zierikzee. Haventje de Schalenpoek. Dus het haventje van de Schalenpoek, dat liep zo met een bocht, zo een beetje, zo rond. He, dus hier aan de andere kant, de andere buitendijk, hier maar achteraf. Dit is de loswal waar de kraanschip tegenaan staat. Dat kraanschip, dat is dus hier zo door die dijk geslagen, hier naar die fundering nog van die woning, waar de kraanschip op terecht gekomen is. Ja. Kan je het een beetje zien? En hier ligt dat kraanschip. Dus dat kraanschip, dat hier gelegenheid, dat ligt nu hier. En dat is via dit huis hier terechtgekomen. En daar zijn dus 8 mensen in verdronken in dat huis, omgekomen. Dit is zomaar 1 of 2 dagen na de ramp. Na die ramp nog. En dit is het dorp Zeerskerk, hè? Ja. En dan hier zo liep de weg. Even kijken. Zo'n beetje zo. Even kijken wie dit is. Ja, hier daar is iemand die frituurluur nog staan. Minder ver, denk ik, of niet? Nee. Want dit is de dijkweg en dat is allemaal... Oh, ja. Want deze boerderie die staat er nog, hè? Dat is daar bij de Schelphoek. Dat is bij de Schelphoek. Dus die boerderie die stond aan de andere kant. Ja. En dan, ja, die weg die loopt hier ergens. Dus ja. Dat zal hier ergens wezen. Het waren allemaal boerderijen en het was allemaal goede grond. En ja, dat moest natuurlijk aan het water is dat prijsgegeven. Dat was het grootste stroomhap, de gemeene Hoog. En daar moesten ze dus deze kazon voor hebben om dat dicht te krijgen, anders kregen ze het niet dicht. En maar die kleinere kazons die sluiten hier allemaal dus een beetje op aan. Hè? Dus die liggen daaronder, ja, wat of er hier allemaal, dat is ook allemaal stortsteen natuurlijk. Maar die kleinere die sluiten daaraan, ja, daar zou wel eens een beetje hoek in zitten, het is niet precies allemaal recht. Ja, er liggen 236 met deze mee.